Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we heel veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt plaatselijk ook wat regen en motregen. Dat regengebied trekt vanochtend langzaam richting het noorden en vanmiddag wordt het dan vanuit het zuiden droger. Vooral in het zuiden breekt vanmiddag dan van tijd tot tijd de zon door en de temperatuur die loopt dan geleidelijk op naar zo'n 8 à 9 graden, lokaal kan het 10 graden worden. Helemaal droog wordt het niet in het zuiden, want er kan nog een enkele lokale bui vallen. De wind waait stevig, vanochtend uit het zuidoosten, vanmiddag wat meer uit het zuiden, aan zee met windkracht 5 à 6. Vanavond wordt het dan op de meeste plaatsen droog, al blijft een lokale bui in het zuiden nog steeds mogelijk. Er komen opklaringen en het gaat licht vriezen. Morgen overdag, schitterend weer. Flinke zonnige periode, een paar stapelwolken en heel misschien in Zeeland een buitje, wordt de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt af, dus het voelt ook nog eens warmer aan. Woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op regen ook heel klein. Elke dag schijnt de zon geregeld. En de temperatuur die komt eigenlijk steeds weer rond de 10 graden uit. In het zuiden van het land wordt het meestal een graad of 12. En het zachte weer houden we waarschijnlijk ook het komende weekend. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.